Ben jij iemand die veel foto's maakt met je smartphone, maar komen ze er toch niet helemaal uit zoals jij dat wil? Misschien ben je toe aan een upgrade. In deze video leg ik je uit waar je op moet letten als je een smartphone wil kopen voor de beste foto's. Ten eerste, je hoeft niet de allerduurste smartphones te hebben om mooie foto's te maken. Als je zorgt voor goed licht, een juiste compositie, de juiste instellingen en een mooie nabewerking, dan kom je vaak al een stuk verder dan dat je een haastige foto maakt met de allerduurste smartphone. Maar natuurlijk wil je ook gewoon een nieuwe smartphone kopen met een goede camera. Maar waar moet je dan op letten? Ik help je verder. Bij reguliere camera's zijn specificaties zoals het aantal megapixel belangrijk, maar bij smartphonecamera's is dat minder van belang. Een camera maakt in één shot de foto, maar een smartphonecamera gebruikt zijn enorme rekenkracht om doorlopend de beelden te analyseren en uiteindelijk samen te voegen tot één resultaat. Dat houdt in dat de softwarematige aansturing van de smartphonecamera's het grootste verschil maakt. Hierin verschillende modellen nog wel eens, dus let hierop bij het aankopen van een nieuwe smartphone. Ook zijn de lens-eigenschappen van de smartphonecamera van belang. De smartphones zijn meestal uitgerust met meerdere camera's. Eén daarvan is de standaardlens, maar je hebt ook modellen met een groothoek en een zoomlens. Zijn de lichtomstandigheden bijvoorbeeld moeilijk? Kies dan altijd voor de standaardlens, want die heeft een betere kwaliteit. Nog een tip, mocht je onderwerp nou verder weg staan, zet dan liever een stapje dichterbij in plaats van dat je gaat zoomen. En wil je graag een close-up maken van een bloemetje? Gebruik dan de zoomlens. Kun je niet verder weg gaan staan van je onderwerp? Kies dan voor de groothoekcamera. En die is ook leuk als je landschappen gaat fotograferen. Het aantal cameralenzen bepaalt niet of je smartphone de beste foto's maakt. Het zegt alleen iets over de mogelijkheden. Veel budget smartphones hebben bijvoorbeeld een slechte groothoek- of zoomlens. De standaardlens is hierbij het belangrijkste in elke prijsklasse. Je hoeft echt niet de allernieuwste of allerduurste smartphone te kopen. Ook goedkopere modellen zijn uitgerust met goede camera's. Dus waar moet je op letten bij het kopen van een nieuwe smartphone voor de beste foto's? Let op de softwareaansturing en de lenzen. En wellicht vind je ook het design van de telefoon belangrijk. En natuurlijk hoeveel je wil uitgeven aan een nieuwe smartphone. Kieskeurig.nl helpt je bij het vinden van de smartphone die het beste bij jouw wensen en budget past. Ik hoop dat je dit een leuke video vond en dat je straks met je nieuwe smartphone de beste foto's maakt. Like en subscribe en tot de volgende keer. Joe!